In ieder geval is bekend dat die terrorbombing, nou ja, wat zou dat in het Duits kunnen zijn? Daar zag hij niks in. Misschien ook omdat hij dat geval rekening moest houden met het feit dat ook Duitse steden als zodanig gebombardeerd zouden worden. De Luftwaffe was er niet op ingesteld. De Luftwaffe had wel bommenwerpers, maar feitelijk als je ziet welke bommenwerpers in de Blitz gebruikt worden, dat waren relatief ouderwetse en kleine bommenwerpers, niet te vergelijken met de Amerikaanse B-17 of zo. Laat staan de B-29 of de B-24. Dat waren echt ook, of de Engelse bommenwerpers. Dat waren de Liberator. Dat waren echt grote bommenwerpers. Het zijn de Engelsen en Amerikanen die natuurlijk aan die stadsvernietiging gedaan hebben. Die uiteindelijk, waar we het over hadden, niet het effect hadden wat men hoopte dat ze zouden hebben. En pinpoint, hoe moet je dat zeggen, zeer doelgericht bombarderen, was simpelweg onmogelijk. Behalve met die moskito's. Die hebben wel een paar, dat zijn schitterende operaties, daar moeten mensen maar eens naar. Sowieso die moskito, dat is een houten jachtbommenwerper. Fantastisch ding. Sneller dan veel van de één motor, twee motoren toestel. Sneller dan vaak eenmotorige toestellen, ook misschien ook door het zeer beperkte gewicht. En daarvan zijn wel bekend is dat ze ook heel laagvliegend pinpoint acties ondernamen. Echt, die Mosquito, dat is een fantastisch toestel. Ja, je moet een beetje vliegtuig een beetje leuk vinden, ja, natuurlijk. Hè. Maar Hitler is dus van gedachten veranderd, omdat Jan Albert. Ik weet niet of hij ooit van gedachten veranderd is. Maar Rotterdam is natuurlijk ook gebombardeerd. Ja, maar gewoon dat. Ja, oké. Maar dat is nog. Daar is het centrum mee gebombardeerd, zonder enige twijfel. Ze hebben Coventry gebombardeerd, maar deels waren de Engelsen hadden eigenlijk de primeur van het idee dat er flink gebombardeerd zou moeten worden. Want ik vertelde nog, vorige keer, dat in de jaren 20 in het interbellum eigenlijk het hele idee van dat bombarderen wel leefde. Met het idee dat je zou hele oorlogen kunnen winnen alleen maar door de bommen door te bombarderen. Maar dat bleek dus totaal niet zo te zijn. Eigenlijk had je er wel wat aan en zeker... Kijk, tegen de tijd dat de Amerikanen en de Engelsen onbeperkt konden bombarderen boven Duitsland, dat is wanneer ook ze begeleid konden worden met jachtvliegtuigen. Want ze waren natuurlijk aanvankelijk enorm kwetsbaar. Ik heb toch ook wel verteld hoe enorm die verliezen waren. Die piloten van die bommenwerpers, die hadden een overlevingskans van 25% in één zo'n run die ze moesten doen. En tenslotte, als ze de twee deden, een overlevingskans van 10%. Het komt in de buurt van duikbootbemanningen en bommenwerpersbemanningen. Dat zijn wel de plekken waar je de grootste kans had om het niet te overleven. Dus ja, ik denk dat Hitler toch sterk onder de invloed was van wat men in het interbellum had gedacht over bombarderen. En dat hij dat geen aantrekkelijk idee vond. Andreas die vraagt, de V1 en de V2 wapens werden later door de Duitsers toch ook gebruikt om steden aan te vallen? Ja, we waren volstrekte flutwapens, daar je niks aan. Kleinschaliger, zegt hij. Zoals Hitler zelf zei over de V1 en de V2, het zijn gewoon vliegende bommen. En dat is het. Hij had er heel weinig aan, want ze waren natuurlijk zeker de V1. De V2, nou ja, die was volgens mij ook nauwelijks bestuurbaar. Betrekkelijk instabiel ding. Je weet hoe die Spitfires die V1's aanpakten. Dan gingen ze naast vliegen. En dan gaven ze met hun vleugel een wipje tegen de vleugel van de V1. En dan dwarrelde die naar beneden toe. Ja, en de V1 is een ballistisch projectiel. Dus dat kwam volkomen ongericht terecht op van alles en nog wat. Ja, er zat 1000 kilo springstof in. Dus het was een flinke knal. Maar strategisch was de betekenis van de V1 en de V2 echt nul. Gewoon nul. In die aflevering ging het ook over die wat ze met die puinzooi deden. Hè? Met die puinhopen. En die puinbergen, ja. Die puinbergen, dat was het, ja. En daar zijn er een paar van nog in Nederland. Jazeker. Nederland weet ik niet, maar in ieder geval Duitsland heb je echt in. Ja. We hebben Essen gedaan toen met mijn broer en zus. En echt een zeer indrukwekkende puinberg is daar. En we kregen nog wat reacties van mensen die zeiden dat er in Nederland ook nog een paar zijn. Ja, dat zou best kunnen. Ik zal even kijken of ik dat zo snel kan. In Rotterdam.
Ja, dat, nou ja, dat even kijken. Ik moet het er even bij zoeken, want we krijgen zoveel reacties dat ik even niet meer weet waar dat nou precies. Volgens mij had ik het jou ook gestuurd. Even kijken. Niet hoor. Van die puinbergen, volgens mij. Je had wel weer zo'n overzicht gestuurd, maar. Met de luistercijfers. Ook, dat vond ik wel heel opmerkelijk trouwens. Ja. Dat je in Duitsland dus door Nederlandse luisteraars in Duitsland op de Duitse podcastlijst nog in de top 20 terecht komt. Ja, op 16 stonden we, ja. Ja. Ik had natuurlijk door vakantie komen, dacht ik. Maar het is, ik begrijp dat het dus ook buiten de vakanties het geval is. Ja, ik vond het al opmerkelijk. Ja. Even kijken, ik heb hier B. Middelkamp uit Groningen als reacties op de podcast die ik al jaren met plezier beluisterde. Een mooi voorbeeld van Puinberg is de dijk in de Noordoostpolder. Oh. Daar is hij te vinden, de zogenaamde Rotterdamse hoek. Puin uit Rotterdam werd gebruikt als dijkversterking in dit dijkvak. En iemand anders noemt nog in Den Haag bij... ja, het Bezuidenhout natuurlijk. En bij Ockenburg, dicht bij de kust van Kijkduin, is ook een puinduin te vinden. Op ja. Google Maps moet hij nog te vinden zijn, zegt Kees Eikelenkamp. Dus oké.